Leon, het is weer zover, het jaarlijkse feestje. Ik heb er ook maar een t-shirt van aangetrokken. Ja, ja. Het staat je goed. Dankjewel. Black Ops 3, hij is gearriveerd en toen ik jou commandeerde dat je die game moest reviewen, toen zei hij, ja Peter, allemaal goed, maar ik vind het wel lastig. Ja, het is ook lastig eigenlijk om het te reviewen, want wat elke keer natuurlijk de afweging is bij de Call of Duty serie, is aan de ene kant zijn het gewoon, zeg maar in de basis echt supergoede games. Er zijn weinig shooters die zo lekker schieten als Call of Duty. Ja. Maar altijd elk jaar is het weer de vraag, hoe erg ga je het spel erop afrekenen? Dat het toch wel heel erg lijkt op wat het op het game van vorig jaar. Ja, en het is ook zo dat ieder jaar mensen tegen mij zeggen uit de industrie van ja, nou mag het wel eens vernieuwen. En al die mensen die ik dan spreek, bij de review uiteindelijk is het altijd weer leuk. Ja, precies, maar dat is ook een beetje het lastige ervan, weet je wel. Als je dan weer speelt, denk je, oké, dat is nieuw, dat is toch weer tof. Maar heel vaak merk je dan, als je bijvoorbeeld een paar uurtjes hebt gespeeld, dat je denkt van, ja, oké, zeg maar de verveling begint heel snel toe te slaan. Ik had dat vorig jaar met Advanced Warfare, meer dan ik in de eerste instantie dacht. Ja. En, hoe heet het, daar merkte je na een tijdje dat van, in het begin voelde het heel vernieuwend. Dan had je bijvoorbeeld in één keer die exos, suits had je en dat voelde in één keer alles nieuw. Na een tijdje merk je van oké, het lijkt er wel heel erg op. En dat merkte ik bij Black Ops 3 eigenlijk nog wel sneller. En dat is ook wel mijn cijfer toch wel enigszins ja, 7,8 heb ik hem gegeven. Ja. De game is ontplofte. Nee, er was wel discussie. Ja, er was wel discussie, maar dat is ook goed en dat is ook wel terecht. Want het is inderdaad nogmaals iets heel persoonlijks. Kijk, als jij een jaar geen Call of Duty hebt gespeeld en je springt nu in, dan zit je echt supergoed. Want de game is echt weer opnieuw ziek uitgebreid. Je hebt eigenlijk bij heel veel games echt gewoon alleen een singleplayer heb je hier een singleplayer modus. Je hebt een zombies modus, er is zelfs een freerun modus, al zul je daar denk ik niet meer dan een uurtje in stoppen hooguit. En er is die super uitgebreide multiplayer, dus je krijgt ontzettend veel waar voor je geld. Ja. Alleen ja, als je het vorige jaar al hebt gespeeld, dan weet je wel precies wat je kan verwachten. En dat maakt het dan een stuk minder... Ja, de singleplayer moet het ook niet hebben dan, hè? Nee, de singleplayer is ook niet echt de moeite waard. Dat is echt... Vorig jaar hadden ze een tof verhaal met Kevin Spacey. En Kevin Spacey is natuurlijk altijd awesome. Ja. Dit jaar is het redelijk inwisselbaar. Het is echt gewoon weer opnieuw knallen op alles wat beweegt. En dat verveelt eigenlijk wel snel. Het verhaal is ook best wel cheesy geschreven dit keer. Dus inderdaad, de singleplayer zullen we daar maar niet te veel woorden aan veel. Oké, dan gaan we naar de multiplayer. Want dat is toch wat we honderden uren gaan spelen. Tenminste, bepaalde mensen. Ja. Wat is de grootste vernieuwing van deze multiplayer? De vernieuwing is eigenlijk dat ze vooral wat meer voortborduren op de bewegingsvrijheid die Advanced Warfare introduceerde. Advanced Warfare was eigenlijk de eerste Call of Duty in de serie die je echt veel, ook zeg maar verticaal veel bewegingsvrijheid. Ja, maar wacht even, er waren heel veel mensen die vonden het heel vervelend. Ja, klopt. En daarom hebben ze het aan de ene kant is het iets zeg maar toned down, want Advanced Warfare was echt met je exoskelet. Dat was echt in één keer een hele grote sprong van eigenlijk helemaal niks naar bijna alles. Hierbij heb je voor verticale wegen nog steeds je jetpack. Wat betekent dat je eigenlijk vrij kort gewoon meer hogere sprongen kunt maken. Dus je kunt makkelijker een gebouw opspringen. En het wallrun is geïntroduceerd. Vond ik heel leuk. Ja. Ik heb de beta gespeeld, vond ik echt wel tof. Ja, alleen het probleem van het wallrun is wel, is dat je merkt eigenlijk dat de game, het is een beetje alsof ze eerst de maps bouwden. En toen dacht ik, hey, wallrunnen zou ook wel tof zijn. Je merkt gewoon dat het niet helemaal goed geïntegreerd is in de game. Je zult best wel vaak hebben dat je denkt dat je op een bepaalde manier muur kunt rennen. En dat dan blijkt dat toch net niet kan. Ja. Of dat je dan in één keer tegen onzichtbaar, dat je denkt, oké, daar kan ik makkelijk op springen en is een onzichtbare muur. Ja. Je merkt heel vaak, zeg maar, je hoort een hele grote bewegingsvrijheid te hebben, maar het is eigenlijk nog steeds zeer beperkt. En dat voelt soms heel vervelend, zeker aangezien het een snelle game is en je moet snel handelen. En dus dat is eigenlijk de grootste vernieuwing, dat je, nou, je hebt verticale... Ja, maar je hebt heel veel kleine vernieuwingen, weet je wel. Ze hebben natuurlijk ook de specialists toegevoegd. Dat is denk ik dé grote vernieuwing wel. En de klasse kiezen. Ja, nou eigenlijk, je hebt altijd al het creator class systeem gehad, waarbij je natuurlijk best wel veel vrijheid had om helemaal je eigen personage te customizen. Hierbij is het verschil dat je van tevoren eigenlijk een klasse kiest, net zoals in een RPG. Ja. En daarbij heb je ook een bepaalde skill tree als het ware die erbij hoort. Weliswaar vrij basis, dus elke klasse heeft zijn eigen wapens. En op die manier proberen ze wat meer zeg maar variëteit te introduceren. Dus want e-sports is dit ook heel belangrijk. Dus je gaat echt, als je een goed team wil samenstellen, moet iedereen een verschillende klasse hebben, dat je elkaar allemaal mooi aanvult. Dat is op zich heel tof. Aan de andere kant vind ik het niet zo vernieuwend als Treyarch zelf het voorkomt. Want dat ik zeg, al sinds Modern Warfare 1, Call of Duty 4, heb je al het Creator Class systeem. En eigenlijk is het gewoon, als je het heel simpel zegt, een Creator Class systeem met presets. Ja, eigenlijk wel.
Dus en op, voor de rest, weet je, voor de rest, je merkt wel dat twee jaar zijn best heeft gedaan om nieuwe dingen toe te voegen. Kijk, je geeft ze een jaar extra en ze pakken dat jaar extra ook wel om heel veel toffe dingen toe te voegen. De nieuwe zombies modes, et cetera. Er zit een paint shop in waarin je helemaal je eigen decals kan customizen voor je wapen. Gamerset. Ja, die eerste die Games het logo opstuurt, die krijgt een shirt. Die, precies deze Peter net aan is. Ja. En op die manier, ze hebben heel veel kleine toffe dingen toegevoegd. En dat is denk ik voor de fans die het elk jaar weer spelen en elk jaar weer tof vinden, heel leuk. Maar de meeste mensen zullen daar niet echt een boodschap aan hebben. Als je Treyarch bekijkt wat ze met Black Ops hebben gebracht in de tijd en waar mensen, wat mensen eigenlijk overtuigd heeft van nou, Treyarch is ook wel vet, het is vooral zombie-modus. Ja. En die is terug en daar was jij ook best wel over te spreken. De zombie-modus is inderdaad wel echt het punt waarop Black Ops 3 shined. Okay. Ze hebben heel tof een echte verhaallijn geïntroduceerd met best wel bekende acteurs, waaronder andere die Ron Perlman van Sons of Anarchy, Jeff Goldblum van Jurassic Park zit er ook in. En dat is natuurlijk altijd tof als ze grote namen aan boord hebben. En het zijn ook echt, het is ook echt meer een verhalende missies, dus in plaats van dat je gewoon een map kiest, zoals in best wel veel Call of Duty games, zit er echt een bepaald verhaal in en ze hebben toffe nieuwe dingen toe. Het is allemaal net, het voelt allemaal net wat gestroomlijnder, ook de bewegingen opnieuw. En ze hebben toffe dingen toegevoegd. Je kan ook bijvoorbeeld, er is een beast, een soort van mysterieus monster, want het speelt ook echt zeg maar helemaal in een soort van oude Victoriaanse stijl bijna een beetje. En weet je, er is, dus wat ik zeg, dat beast, dat monster, en dan kan je ook in zijn huid kruipen, eens in zoveel tijd. En dan kan je die monsters, die zombies letterlijk gewoon verslinden. Dat is allemaal heel tof gedaan. Dus ja, de zombies modus, en dat ding dat er nog, toch nog steeds best wel heel veel mensen zijn die daarvoor de twee jaar Call of Duty games kopen. Daar hebben ze echt heel goed hun best voor gedaan. Dat is echt ook het sterkste punt van Black Ops 3, denk ik. Klein dingetje, vind je de game mooi? Ja, dat vind ik heel lastig, want ik had het, dat is wel een heel ander onderwerp trouwens. Ik had het daar al eigenlijk al met jou volgens mij 2 weken geleden over, dat ik eigenlijk sinds de nieuwe generatie consoles er is, nooit meer echt een game heb opgestart en dacht van wauw, wat mooi. Dat had ik niet voor speed te spelen. Had ik het bij ja, maar eerst. Daarbij had ik het dus ook, dat viel me ook heel erg tegen. Want echt? Die video's vond ik heel mooi uitzien. Toen ik zag, speelde ik de game zelf, dacht ik van, oké. Ik merk dat je heel erg, zeker op de consoles, toen ik op de PlayStation 3 voor het eerst bijvoorbeeld Uncharted Wake's Fortune opstart en de game net uit was, toen dacht ik maar dat van, effect, dit is bijna surrealistisch. Precies, maar dat is weg, omdat we nu eigenlijk, de PC loopt zo ver voor. Als je kijkt wat daar al mogelijk is, die beelden zie je ook. En dan start je eigen games op. Ja, precies. Ja. Daarmee heb je dat echt, maar ik merk dat je dat zeg maar ook op multiplatform games, zeker op de consoles, dat heb ik eigenlijk niet meer. Dus ja, de game, maar het is niet zo dat... Is het niet lelijk? Nee, precies. Een beetje net Fallout 4, weet je, dat had mooier gekund, maar het is ook niet lelijk. Ja, maar ik vind bij Call of Duty hebben ze sinds Advanced Warfare ziet het er wel echt gewoon goed uit. En niet een nieuwe benchmark dat het zet, maar het kan wel gewoon heel goed doorkomen. Dus het is niet zo dat je zegt, daarin merk je echt dat het een oude engine is. Dat vind ik heel erg meevallen. To sum up, de singleplayer en de multiplayer zijn van hetzelfde laken een pak. Leuk voor de fans, maar niet heel vernieuwend. Ja, mooi gezegd. En de zombie-modus is het neusje van de zalm van de Treyarch game. Ik ga niks meer zeggen. Ik moet van mijn moeder veel spreekwoorden gebruiken, hè? Echt? Mijn moeder kijkt de vlogs. Ja? En vindt het zo leuk. Ik zei laatst uiltje knappen in de vlog. Het was heel trots op mij. Ze zegt, jij moet de jeugd die spreekwoorden weer. Dus ik ben heel erg mijn best aan het doen om spreekwoorden continu erin te gooien. Ook echt van die oude spreekwoorden? Alles. Ja, zoals het klokje thuis tikt. Ik nergens. Nou, nu sla je echt een modderfiguur. Ja. Daar heb ik echt een broertje dood aan. Ja. Leuk.